Oké. Hoi, dit is mijn vriendin Lois. En wij gaan samen de Who's Most Likely To Challenge doen. Wil je je voorstellen? Natuurlijk, ik ben Lois. En ik ben voor 20 jaar jouw vriendinnetje. Ik ken Arlisa vanaf dat ze 6 jaar is. En wij hebben 2 woordjes met Lois of Arlisa. Let's do this. Wat doe jij? Lois. Oké. Ik weet niet waarom. Ik ben veel te bang daarvoor. En ik denk dat jij zoiets hebt van scheid. Ik zou het gewoon doen. Nou, ik weet niet of ik per se plastische chirurgie zou doen. Als ik het dan zou doen, dan zou ik gewoon boeks of zo doen. Oké. Ja. Je bent niet zo'n meisje. Nee, oké. Ik kom wel heel meisjes voor allemaal mensen over, maar ik ben in het echt niet zo'n meisje als ik heb. Nu een keuze. Ja, sowieso Arlisa. Sowieso ik. Zit niet voor niets sessie onder de rust. Ja, tuurlijk zeggen we elkaar. Of niet? Ja, maar ik denk dat we dat allebei eigenlijk. Ja, wij zouden het allebei doen. Because we sweet like that. Ja, wij zouden het allebei doen. Wij geven wel veel om andere mensen, toch? Ja. Sowieso ik. Ik. En mij boeit het echt niet. Ik zou gewoon een maand lang niet kunnen douchen. Echt waar? Ja, ik haat gewoon mijn haren wassen. Oh, en gewoon dat ik me moet uitkleden. En soms haat ik gewoon dat je dan. Al die moeite. Het is, nee, weet je wat het is? Het wordt zo koud. Als ik me uitkleed, doe, denk ik, oh my god, het is wel koud. Oh nee, ik vind het wel lekker. Het is wel lekker. Ja, als je eenmaal erin zit en dan neem je het binnen niet uit. Ik wou echt gewoon dat je nooit hoeft te douchen als je altijd gewoon fris was. Lois. Sowieso. Zij is echt een bad girl. She's a bad girl. Ja, sowieso. Ik zou het wel doen. Ja, jij zou echt zo'n rebel fase hebben, weet je wel. En ik ben echt zo van, moet je dat nou wel echt doen? Denk er goed over na. Ja, ik zou het echt niet durven. Nee, ik is echt niet mijn. Als ik het eenmaal zou moeten doen, dat ik het wel zou kunnen doen. Het staat niet nu op mijn lijstje. Het staat er niet op jouw to-do-lijst, zo'n bucketlist. Sowieso logisch. Sterker nog, dat is al gebeurd. Dus oh my god, echt? Ja. Wil je het erover hebben? Nee. Oké, ik zou echt zo van, als ik het zou doen, dan zou ik het goed doen. En dan weet je wel, zou ik het helemaal uitplannen, zodat ik niet opgepakt zou worden. Maar jij zou iets hebben van, kom maar op of niet. Ja. I don't care. Ja, precies. 1, 3, 2, 1. Ik denk ik. Maar ik denk sowieso dat meisjes dat wel echt graag doen voor kleine spulletjes. Ja. Ja, ik heb van die fases. Dat ik gewoon zo gewoon niks nodig heb, maar dan moet ik gewoon even een beetje vreugd in mijn leven hebben. Een beetje vreugd in je leven? Ja, soms voel je toch gewoon niet lekker of zo. En dan denk je gewoon van, ik ga gewoon random dingen kopen. Ja. Weet je, dan ga je echt naar de Primark of zo. Precies gewoon hetzelfde. Ja. Dus je moet een keuze maken. Dus wat heb jij? Ik. Ik heb Arlisa. Ik heb ook Arlisa. Ja. Ja, ik ben echt zo'n type. Als ik gewoon emotioneel word, dan kan ik het gewoon niet inhouden. Dus dan heb ik gewoon scheid. Dan huil ik maar, maakt niet uit wat. Dus ik heb gewoon wel eens in de stad gehuild. In de bios. Dat is geen idee. Ik kan ook wel heel erg goed huilen. Ik denk dat jij het eerder zou moeten laten. Ja, ik kan het gewoon moeilijk in mij houden. En als ik juist. Wanneer ik emotioneel ben en in me wil gaan houden, dan wordt het nog erger. Ja. Ken je dat? Dat je dan even niet hebt van, nee, ik moet niet huilen, dan wordt het nog erger. Ja, maar meestal loop ik dan weg. En als ik ga lopen, dan wordt het vaak minder. Of ik bel gewoon iemand of zo. Ja, ik weet niet. Soms heb ik er ook wel last van. Ik denk dat het wel menselijk is. Ben ik de enige meer. Je hebt sommige mensen die zouden echt nooit in het openbaar houden. Ja, dat zijn gewoon toffe cookies.
Ja, dat ben ik niet. Wat heb jij? Artisa. Ik ook. Artisa. Sowieso. Maar ik weet niet waarom, want jij bent ook diva. Alleen jij bent denk ik iets meer down to earth dan ik. Ja, ik ben wat rustiger denk ik. Oh ja, jij bent inderdaad wat rustiger. Maar ik heb ook mijn momenten dat ik soms heel rustig ben. Ja, alleen ik weet niet. Het is misschien meer mijn persoonlijkheid. Ja. Ja, dat denk ik ook. Laten we het daar houden. Ja, nou, voor we die gaan antwoorden, we hebben sowieso allebei een vriend. Dus ja, dat hebben we niet. Maar ja, het zou sowieso mij zijn. Sowieso. Ik ben echt niet zo'n type die dat... Nee, ik ben meer het fucking type. Artisa. Artisa. Ik denk er 1000 keer over na en dan weet ik van het. Ja. Ik zou inderdaad gewoon op een gegeven moment zeggen, fuck it. Ik doe het wrong. Ja. Maar niet nu. Nee. Not in this situation, oké? Okay? Chris, she loves you. Sowieso Louise. Ja. Sowieso. Dit is echt iets voor jou. Ja, ik ben wel echt een drama persoon. En ik heb sowieso op toneel. Jij houdt van drama. Ja. Ik heb ook op toneel gezeten. Heb je op toneel gezeten? Ja, maar echt gewoon misschien 2 maanden of zo. Ik was piraat. Je was piraat? Maar jij houdt gewoon van drama. Jij volgt toch ook die drama shows en zo. Oh, ik alles. De Kardashians, echt. Oh. Maar jullie volgen toch ook die ene show? Is dat een Nederlandse show? Op tv die iedereen kijkt? Nee, dat is echt iets wat ik nooit zou kijken. Mijn guilty pleasure is echt een Temptation. Maar veel mensen kijken dat. Maar ik zie jou echt wel voor me op zo'n reality show. Dat is echt iets voor jou. Lois. Ja. Sowieso. Waarom? Waarom? Ja, ik zie jou het sowieso niet zo snel doen. Nee. Daar ben jij veel te meer. Ja, je denkt te veel na waarschijnlijk over dingen. En ja, ik zou niet uithouden. Ja, ik denk dat ik gewoon weer zoiets zou hebben van fuck it. Waarom niet? He's rich. Nou. Nee, jij zou niet naar geld kijken. Nee, zo ben jij niet. Nee, ik denk meer als bijvoorbeeld een heel creatief persoon. En romantisch denk ik ook wel. Heb jij? Ja. Oh, ik dacht ik. Ja, ik heb er wel over nagedacht, maar ik denk dat wij dat ook niet weten van elkaar. Maar... Oh, nee, dat weten we dan niet. Heb jij over nagedacht? Ja. Ik zou letterlijk gewoon, ik zou wel graag een kindje willen adopteren, stel het zou niet lukken of zo. Mm-hmm. Is dat wel het eerste waar ik aan zou denken? Ik denk er wel. Ik ook, maar zo heb ik ook over nagedacht. Van iemand zou kunnen houden zonder dat het echt goed gerelateerd zeg maar, voor mij is of zo. Ja. Ik ook. Maar ik heb er ook over nagedacht in de zin van. Ik denk dat het sowieso goed is bijvoorbeeld om een kind te adopteren. Hoezo? Ik weet niet. Weet je dat je gewoon een kind een zoveel beter en mooier leven kan bieden? Ja, vind ik dus ook. Stel dat iedereen gewoon een kind zou adopteren. In ieder geval niet iedereen. Ik denk niet dat iedereen dat kan. Ik vind het ook echt van die weirdos. Niet iedereen is in staat om dat te doen. Ja. Of wil dat ook. Nou. Ja, precies. Maar ik bedoel, stel dat er gewoon heel veel mensen een kind zouden adopteren. Ja, dat zou best wel goed zijn. Zou de wereld wel een beetje mooier worden? Ja. Oké, Adisa? Ja. Ik heb jou. Ik weet niet waarom. Maar ik doe altijd de verjaardagen van mijn vriend onthouden. Alles. Moederdagen, feestdagen, alles. Ja, ik ook dat, maar ik ben slecht in verjaardagen onthouden. Maar ik snap wel waarom ze het heeft gezegd, want Alice is meer georganiseerd dan ik. Ik ben heel chaotisch. Ja, daarom dacht ik dus van jij eerder. Maar je hebt ook wel een punt, want ik vergeet verjaardagen wel, zeg maar. Of ja, niet van de belangrijkste mensen in mijn leven. Van sommige vriendinnen, en dan denk ik elke keer van, was het nou bijvoorbeeld 5 maart of was het nou 10 maart? En dan weet ik het gewoon nooit. Het is belangrijk dat mensen mijn verjaardag onthouden. 25 september toch? 5 september! Oh my god, Lois! Ik weet wel dat jij 2 juli jarig bent. 4 juli! Oh kut! Mijn broertje heeft 2 juli! Oh laagbaar, dit was echt slecht. Doei! Niet teken! Je moet wel representable eruit zien. Nee.
subscribe. Oh. Op deze kleine. Dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Je moet niet te veel naar voren, komt de schaduw, zie je dat? Oh ja. Ben je al klaar daar in de keuken? Oh, wacht.